Advocaat Naila van Dijk heeft van de Saramakkaanse gemeenschap mandaat gekregen haar juridisch te ondersteunen bij het grondenrechtenvraagstuk waarmee de tribale volken al jaren worstelen. Van Dijk kreeg het mandaat afgelopen zondag tijdens een kroetoe te Nieuw Aurora. De Stichting Bureau Vereniging van Samakka Gezagdragers is de motor achter de bijeenkomst. De bedoeling hiervan was om de huidige stand van zaken rond het grondenrechtenvraagstuk met alle belanghebbenden te bespreken. Van Dijk zegt aan onze redactie dat ze naar de rechter zal stappen om de zaak aan te vechten. Ik heb twee opdrachten gekregen. Eén is om bij de bodemrechter het Samakka-vonnis uitgevoerd te krijgen met een dwangmiddel. Dus ik moet een pressiemiddel gaan vragen onder andere. En verbodsbepalingen, dat bestaat niet zonder medewerking of toestemming van het Saramakkaans volk, concessies gaat uitgeven en dergelijke. Dat van het constitutioneel hof heeft ermee te maken dat wij op dit moment mijnbouwwetgeving en bosbouwwetgeving hebben die in strijd zijn met de grondwet en in strijd met het grondrechtenverdrag. En daardoor ook in strijd met het Samakka-vonnis. Wat ik dus bij het constitutioneel hof ga vragen is om de bepalingen, ik ga de bepalingen lichten uit die wetten, de mijnbouwwet en de bosbouwwet, die in strijd zijn met het Samakka-vonnis en in strijd met het verdrag. Dat gaat over grondrechten. En dan ga ik het constitutioneel hof vragen om die bepalingen onverbindend te verklaren. Van Dijk verduidelijkt dat de bepalingen die in strijd zijn met het Samakka-vonnis en de grondenrechten uiteindelijk buiten werking gesteld moeten worden. Districtscommissaris N.D.P. Dinge van Boven Suriname vindt dat het tijd wordt dat de Maron-gemeenschappen met een gevoel van rechtszekerheid gaan leven. Wet de Adimama Kufu Fusana. No Tianga no di weti nago kutu etiko adimama weti fusana henga utali bikudi on afakle heis wet book de bay asana kode no henda do awa hi kamia. Te di wet dem bay go before o mulukuta we wabuma oto fasi fulibi. No henda imama pisi mafa uti dea i fusa taki kusepi. De burgervader benadrukt dat elke gemeenschap haar noden heeft en dialoog daarom nodig was. Alle belanghebbenden waren bij de kroetoe betrokken en niet alleen de gezagsdragers, aldus de DC.